Dat je een gevaar bent als moslim als je ijvert voor een manier van leven die in overeenstemming is met de zuiver islamitische leer. Zoals we hier hebben kunnen lezen. Dus als een moslim gelooft in Allah en zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam, en zijn leven geheel wilt inrichten volgens islam, dan is hij een gevaar. Dan is hij een radicaal. Dan moeten we op hem letten. En dit is wat je duidelijk ziet in hun eigen nota. Maar dit is nog niet alles. In de volgende quote kunnen we zien wat de overheid definieert als de zogenaamde radicale islam. Gewelddadig of niet gewelddadig. De radicale islam biedt in elk van zijn varianten een zeer uitgesproken geheel van overtuigingen, opvattingen en gebruiksaanwijzingen voor het leven. Als zodanig vormt de radicale islam een keuzealternatief voor personen die op zoek zijn naar een alomvattend zinsgevingskader in het bestaan. Allahu Akbar. Dit is radicale islam. Dus als jij islam ziet als een levenswijze, een uitgesproken geheel van overtuiging, opvattingen en gebruiksaanwijzingen, dan ben je radicaal. Dit is de radicale islam. We spreken hier niet over geweld. We spreken hier over denken, over ideeën. Iets wat hier zit, bij ons. En ik denk dat er geen moslim in de zaal is en hier buiten is die niet islam ziet als een levenswijze. Dus dan zijn jullie allemaal radicaal. Dus uit deze quotes kunnen we afleiden dat degenen die islam als een manier van leven zien, een gevaar zijn. Degenen die het niet eens zijn met de democratie, zij zijn een gevaar. En al roept je niet op tot geweld, maar tot deze ideeën, dan ben je nog steeds een gevaar. En dan moet je bestreden worden, middels democratische ideeën. We zien hier dus dat de overheid een strijd om ideeën is begonnen. Om de identiteit van de moslims aan te passen aan de westerse waarden.